We gaan het eerst hebben over Disney-filmpjes. Disney-filmpjes zijn allemaal Engelstalig en vaak maken we daar in Nederland Nederlandse filmpjes van met Nederlandse stemmen. Dan komen er acteurs naar de studio die precies zo klinken als Oom Dagobert en als Goofy. En toevallig zijn hier een paar kinderen die precies zo klinken als Kwik, Kwik en Kwak. Laat me horen. Nou, volgens mij heeft iemand hier een echte eend op zak. Het inspreken van de DuckTales kost natuurlijk heel wat meer tijd. Eerst moet het Amerikaanse script vertaald worden. Dan moeten er acteurs gezocht worden voor de Nederlandse stemmen. En pas dan kan het in de geluidsstudio worden opgenomen. Ik ben er een kijkje gaan nemen en ik sprak met de Nederlandse hoofdrolspelers van de DuckTales. Storm hier in Duck staat. Auto's, lasers, vliegmachines, bliksemstis wat. Dappere helden trekken te verder in. Dat is iedere keer beleef je meer in. Dat is. Oké, jongens, we gaan Neefje en Dagobert doen op 7 minuut 50 Neefje, 7 minuut 55 Dagobert, 8 minuut 04 Neefje. Dit is Bob van der Halven en Bob van der Halven doet de stemmen van Kwik, Kwik en Kwak. Bob, is er eigenlijk verschil tussen Kwik, Kwik en Kwak? Nou kijk, het is natuurlijk een drieling, hè? En zoals je ziet, ze lijken ook sprekend op elkaar. Maar ook de stemmen lijken heel veel op elkaar. Dat is ook zo in de originele versie. Maar ik probeer ze toch een heel klein beetje verschillend te maken. En daarbij let ik dan altijd op de kleuren van de jasjes en de petjes. Groen, blauw en rood. En zo probeer ik ze altijd voor mezelf uit elkaar te halen. En, nou, de een praat wat hoger om Dagobert. En de ander die praat een beetje brutaler. Dat gaat weer een beetje zo, snap je wel? Ja. En probeer ik ze dan toch een beetje verschillend te maken. Wij verkochten jonge woudlopen koekjes aan de deur. Maar baas Boef sloot ons op toen Bolleboef buikpijn kreeg van onze koekjes. Ik snap niet waarom. Ze zien er toch lekker uit? Sakkoje was goed, alleen Oom Dagobert kom hier voor Bob aan elkaar. Je deed Oom Dagobert, kom ja, hier. Dan ben je weg. Ja. Dus dan, Oom Dagobert, kom hier. Ja? Ja, ik zat fout met die tekst. Ik zei iets anders dan er stond. Het was ook wel mooi, maar het was niet wat er stond. Nee, maar het was niet exact wat er stond. Nee. Oké, nog even. Dit is Sakko van der Made en hij doet de Nederlandse stem van Oom Dagobert in de DuckTales. Hallo. Hallo. Meneer van der Made, wat mij zo opvalt is dat uw eigen stem precies lijkt op die van Oom Dagobert. Maar, of liever gezegd, ja. Oom Dagobert heeft de stem van u. Ja. Maar lijkt u als persoon ook op Oom Dagobert? Nou, helaas niet, want ik ben... zoveel geld heb ik niet. U zwemt niet. Maar ik zou er ook niet zoveel werk van maken om het te krijgen. Nee. Wat vindt u van Oom Dagobert? Nou, het is toch een aardige man in wezen. De manier alleen waarop hij met die neefjes omgaat, vind ik erg sympathiek. Is erg leuk. En ja, het is een krentenkakker, hè? Ja. Geld, dat is alles voor hem. Maar behalve dat, en dat is met alle figuren van Disney, dat vind ik zo geweldig bij al die films. Zelfs de monsters hebben een zwak plekje of hebben iets goeds toch en zo. Ja. Het is nooit echt dat je met een nare smaak in je mond die filmpjes ziet. Boos! Ach, doe nou man, wat denk je dat ik voor een monster ben? Jullie zijn de beste bedienders die ik ooit heb gehad. En dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. Er moet dus heel wat werk verzet worden voordat de DuckTales op televisie kunnen worden uitgezonden.